Dank u wel. Ik hoorde de minister-president zeggen tot slot. Betekent dat dat hij alle vragen heeft beantwoord, want ik mis er twee. Dan hoor ik die graag. Ja, ik heb gevraagd, het is de week van Kitty Kotti, of de minister-president de woorden van de koning onderschrijft of de excuses blijven staan. Die vraag is volgens mij niet beantwoord. En ik heb ook gevraagd naar de rechtsgang van organisaties als Urgenda, die van Johan Vollebroek en Greenpeace, en de rechterlijke uitspraken, hoe de minister-president dat ziet. Die twee vragen had ik nog. Voorzitter, die twee vragen, Kitty Kotti en de excuses van de koning, die staan. En die blijven staan. Daar kan geen misverstand over bestaan. En ik ga ervan uit dat ik volgend jaar bij Kitty Kotti aanwezig zal zijn. Dat is één. Twee, rechtelijke uitspraken staan ook. En rechtelijke uitspraken dient een overheid zich aan te houden. Voorzitter, dank. Blij dat de minister-president zegt de excuses staan. Betekent dat ook dat het geld dat is vrijgemaakt voor bewustwording, 200 miljoen heeft het vorige kabinet vrijgemaakt, dat dat ook overeind blijft, gecombineerd aan de excuses voor het slavernijverleden? Bij mijn weten wel, maar ik weet het niet zeker, zeg ik u heel eerlijk. Maar bij mijn weten ben ik niet iets tegengekomen dat het anders zou zijn dan de afspraken die gemaakt zijn. Nou, fijn. Dan hoor ik dat graag in tweede termijn nog even zeker. En ook de bevestiging dat wat de koning heeft gezegd. Hè, we dragen nog steeds het gruwelijke slavernijverleden met ons mee. En je merkt het nog steeds in hedendaags racisme. En dat moeten we dus blijven bestrijden. Of de minister-president dat ook onderschrijft. Dan... Ja, dat heb ik net gezegd, dat die opmerking van de koning... Ik zou de koning niet verkeerd willen citeren, doen, nee. Met de zin, en ook niet zeggen dat hij opmerkingen heeft gemaakt. Maar datgene wat hij heeft gezegd staat en dat blijft ook staan. Afrondend? Afrondend waren twee vragen. Dus dan ga ik nu naar de vragen over de processen van Urgenda en Johan Vollebroek. Ja, goed te horen dat een uitspraak van de rechter staat, maar de... De aanloop naar die uitspraak is natuurlijk wel dat er beleid is gemaakt dat aantoonbaar niet voldeed aan bijvoorbeeld in de klimaatzaak de mensenrechten verdragen. En bij stikstof, nou, we weten allemaal welke aanloop dat heeft gehad. En precies die dynamiek, die zie je wel terug in het hoofdlijnenakkoord. We gaan dingen proberen waarvan alle juristen en experts al zeggen, nou, kans is groot dat dat juridisch niet houdbaar is. Wat je dan krijgt is dat organisaties het beleid van de overheid moeten gaan aanvechten bij de rechter. Dat duurt jaren en jaren en jaren. En dan krijg je te horen, ja, het had toch niet gemogen. Intussen zijn de problemen groter geworden. Plus, dit kabinet is van plan om de toegang tot de rechter van deze organisaties in te perken. En dat lijkt me zeer problematisch. Dus ik had graag dat de minister-president daar wat breder op reflecteerde, de uitspraak van de rechter staat, maar vindt hij het niet ook zijn taak om te zorgen dat er beleid wordt gemaakt dat helemaal niet vraagt om een rechtsgang? En als de rechter uitspraken heeft gedaan, dat je die uitspraken ook uitvoert? Voorzitter, u kunt het kabinet niet de ambitie ontnemen om de doelen te realiseren die zij wil realiseren. Daar vinden ook juridische toetsen op plaats. Juridische toetsen hebben soms ook een wat... ambivalent karakter. Ze zijn nooit helemaal 100%, nee, dat lukt niet. Of 100%, nou, dat gaat voor zeker helemaal goed. En in die bandbreedte werkt ook dit kabinet. En dan hebben we doelen gesteld. En we hebben gezegd, we houden ons aan alle wetten en regels, ook internationaal, die daarvoor gelden. Dat toetsen we zo ook op. En dan proberen wij te komen zo ver als we kunnen komen. Ik heb ook gezegd, we knokken. We knokken in Europa, maar dat doen we hier ook. En uiteindelijk proberen we dat te doen op een volstrekt rechtsstatelijke manier. Maar we gaan wel kijken hoe ver we kunnen komen. En als het dan nodig is, dat uiteindelijk de zaken bij de rechter, uiteindelijk dat de staat die niet wint. Dat is nooit de intentie om beleid te maken wat uiteindelijk niet bij de rechter stand houdt. Dus we zullen altijd beleid maken waarvan we vanuit gaan dat het juridische toets en daarmee ook overigens de toets van de rechterkant doorstaat. Beleid wat overigens hier ook in de Kamer uitvoerig aan bod komt. En ook uitvoerig hier wordt beoordeeld en ook hier, al dan niet, als het wetgeving en regelgeving is, is beoordeeld en overigens met meerderheden in de Kamer is aangenomen. En dat traject zullen wij op dezelfde manier voortzetten en echt zoeken naar mogelijkheden om ons beleid waar te maken. Natuurlijk niet in strijd met,
Maar ik kan u niet garanderen dat er af en toe niet een zaak zal ontstaan waarin toch de rechter anders oordeelt dan de juridische inschatting die wij hebben gemaakt. Dat is ook een groot goed. Want dat is ook precies de verantwoordelijke scheiding die we met elkaar hebben. En dat betekent niet dat we beleid maken via de rechter, maar dat we gewoon alle verantwoordelijkheden die alle instituties in het land hebben, u, wij, de rechter, dat we die vol respecteren. Nu echt afrondend. Ja, voorzitter, maar dan heeft de minister-president toch niet de krant gelezen, hè, over stikstof. Dat is niet dat er goed bedoeld beleid was gemaakt en dat, nou is toch de rechter, die heeft dat onderuit gehaald. Daar lagen allerlei waarschuwingen. Allerlei waarschuwingen. En dat duurde al jaren. Dus daar was het zittende kabinet uitgebreid voor gewaarschuwd. En toch hebben andere belangen de overhand gehad en kom je in dit probleem. En dat zie ik dit kabinet nu ook doen. Er staan allemaal voorstellen in waarvan de experts zeggen dit gaat stranden bij de rechter. Het kabinet wil dat toch doen. En mijn vraag is, vindt de minister-president dat dan wenselijk? Wat betekent dat voor de belasting van de rechters? Wat betekent dat voor de natuur en al die andere doelen die je moet halen? Wat betekent dat voor de bescherming van vluchtelingen? En de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur is er snoeihard over. Die rechtszaken heeft het kabinet zelf uitgelokt. En u zegt dit kabinet, in plaats van we gaan beter ons best doen om de natuur te beschermen, we gaan onderzoeken of we de toegang tot de rechter voor die organisaties kunnen inperken. En de uitspraak uit 2019 van de Raad van State over stikstof is nog steeds niet uitgevoerd. Dus dan ben je toch aantoonbaar de grenzen van de wet aan het opzoeken. En je gaat er aantoonbaar overheen gewoon omdat je dat politiek gezien wil. En dat heeft toch niks meer te maken met het respecteren van de rechtsstaat. Het heeft volgens mij alles te maken, ook met het respecteren van de rechtsstaat, door de uitspraken van de rechter te respecteren. Maar elke stap die dit kabinet zet, met de juridische randvoorwaarden, met de toetsen die daarin zijn ingebouwd, bent u als Kamer in de meeste gevallen volgens mij allemaal één op één bij. Dus die stappen zetten we uiteindelijk met elkaar. En als we die stappen doorzetten, en we ook hier in de Kamer in een meerderheid die stappen kunnen zetten, en ook in de Eerste Kamer, ja, dan maken wij volgens mij zorgvuldig beleid met een zorgvuldig juridisch proces. Ja, en dan kan het nog steeds zijn dat uiteindelijk toch een rechter anders oordeelt dan datgene wat wij met elkaar hebben afgesproken. De heer Dassen.